Vanaf nu, IMF gaat weer beginnen te storten. En als het goed is, moet al morgen al uw eerste storting zijn van ruim 50 miljoen. Amerikaan dollar. Kunnen meer dingen doen voor de samenleving. Kunnen verder onze economie versterken. Hoe gaat je morgenverlichting komen? Hoe gaat je koopkrachtversterking komen? Maar zodanig dat die inflatie niet weer omhoog gaat. Woorden van president Chandrika Prasad Santokhi nadat Suriname gisteren een board approval kreeg van het Internationaal Monetair Fonds IMF om verder te gaan met het herstelprogramma. Suriname is op 14 juni beoordeeld door de IMF-board, waarin alle lidstaten vertegenwoordigd zijn. Van de 53 miljoen Amerikaanse dollar die Suriname verwacht, zal 33 miljoen dollar besteed worden aan begrotingssteun. De president zegt dat IMF tijdens de beraadslagingen overtuigd bleek te zijn van de toewijding van de Surinaamse regering om het land gezond te maken. Dat ze zeer ingenomen zijn met de ownership van de regering en met name het commitment van de president. Die een zwaar programma heeft uitgevoerd met zware druk uit de samenleving, maar Amano wijk af. En dat doen we omdat we verantwoordelijkheid hebben als regering. We doen het niet voor onszelf. We doen het voor het land en de volgende generatie. Dus broeders en zusters. En ik kan broek in Chicho. A heer van IMF, we hebben een doel om. Tja, orga kwijt naar economie. Meka, a money sa je gi uit. Na money sa je verdien. En a money sa je ook gi uit door leni. Maar iedereen verdient niks. En dat moet je nu in evenwicht. En dat moet je door. Want bakatide word je nog constant beoordeeld om de 3 maanden. Het staatshoofd benadrukt dat de offers voor nu ook moeten gelden voor de volgende generatie. Hij erkent dat het heel veel tijd en moeite heeft gekost om de economie weer in balans te krijgen. Ook is de begroting in evenwicht. De president zegt dat de internationale reserve van Suriname weer is gestegen naar meer dan 1 miljard Amerikaanse dollar. Waar onze kasreserve weer gegroeid is naar 300 miljoen. Waar er weer een economische groei is van negatief 8% naar plus 2,3% dit jaar volgens IMF. Waar we begrotingstekort terugbrengen van 19% naar 10% en binnenkort naar ook die 3, zoals dat internationaal gevraagd wordt. Onze schuldpositie, wat 165% was in relatie tot onze BBP, is nu teruggebracht naar 126%. De schuld gaat omlaag. En we brengen het naar 60% zoals internationaal dat verlangd wordt van ons. Die koers is een uitdaging, die proberen we te stabiliseren. Die prijs in de winkel is een uitdaging, proberen we onder controle te krijgen. En dat gaan we doen. De president bedankt de samenleving voor de zware offers die zij heeft moeten brengen. De eerste burger zegt dat Suriname om de 3 maanden geld gestort zal krijgen, indien het zich blijft houden aan de voorwaarden, zoals overeengekomen met het IMF.